denk dat ik naar Matthijs Manders moet voor een grote washok. Het is een bijzondere verzameling. De shirtverzameling van Rob Ravenstein. Jarenlang verzamelt hij al shirts van het liefst oudspelers. Maar hij heeft een heleboel bijzondere exemplaren in zijn kleine washok in het Karsingstadion. Ja, je ziet het, hè, mijn collectie shirtjes. Waar ik trots op ben. Hoeveel shirtjes heb je hier hangen, Rob? Oeh, ik zou uit mijn hoofd, nou, denk tussen de 60 en 70. Dit is een soort museum, dit. Ja, dat zeggen de mensen ook altijd. Als ze hier langs lopen met een open dag, blijven ze hier toch altijd even staan, zo, een fotootje maken. En ah, wat leuk. En dit, ja. Ja, het is ook hartstikke leuk. Het is eigenlijk begonnen op de jeugd waar ik werkte, op de aftrap. Als er een internationaal toernooi was. Dan deed ik de was daar voor de buitenlandse clubs en dan gaven ze wel eens een shirtje. Dan ben ik daar weggegaan, mijn shirtjes meegenomen en hier opgehangen. En dan ja, zo is het een balletje gaan rollen ook bij de spelers van joh, je mag mijn shirtje. En spelers die weggaan, die komen dan een shirtje weer brengen, weet je, zo gaat het. En het wordt steeds meer. Ik vraag er nieuw aan die jongens, ze komen echt spontaan komen ze een shirtje brengen. Ik moet eerlijk zijn, deze heb ik wel gevraagd op de trainingskamp in Turkije. Ik heb deze jongen nog schone luiers gegeven. Wil je weer een shirt? Je probeert ze ook te volgen als ze naar een andere club gaan. Dan zeg je, joh, kom een keer kijken of zo. Hè. Komt er gewoon niet van. Ik heb wel contact met allemaal die hier de shirtjes hebben hangen. Ja, dat is leuk. Je houdt gewoon contact met die jongens. Ik kan ze allemaal eruit lichten. Ik vind het shirt van Willy. Willy Kanon. Boom boom, zoals ze zeggen. Hier is hij mee geland, een paar jaar geleden. Op het vliegveld was het enige wat hij bij me had. En ik zie hem nog zitten in de kantine in het Zuiderpark. En toen zei ik, op mijn gebrekkige Frans, als jij hier weggaat, wil ik dat shirt van je hebben. Hij is hier nog, maar het shirt heb ik natuurlijk al. Het zijn van die kleine vaaltjes allemaal hier. Hij had niks anders bij hem als dit. Pito Wormgoor, net zo. Noorwegen, Havenaar, zeker niet te vergeten. Ik had een heel goed contact met die jongen ook. Privé. Tussen haakjes, dat we wel, ja, goede gesprekken. Ik ben geen psycholoog of wat ook, maar... Een luisterend oor. Ja, een luisterend oor en dan probeer je wat te zeggen. Ik bedoel, ze maken toch allemaal zelf uit wat ze doen. Maar... Kijk, die jongen loon ook, die komt uit Azerbeidzjan. Het eerste wat hij komt doen... Rob, ik ben weer terug, maar hier heb jij mijn shirtje pik, kijk. Mister Malone. Jacco Venko, hier een halfjaartje gespeeld. Danny Bakker in oranje zie ik daar. Ja, Danny Bakker is natuurlijk helemaal, daar ben ik helemaal trots op. Die komt gewoon een shirtje brengen van onder 19 of onder 17, ik weet niet waar die toen speelde. Van het Nederlands elftal, ja. Schaken in oranje. Schaken in oranje. Het is wat, hè, Feyenoord, ADO en HBS. En ik heb zijn shirt. En ook niet te vergeten, voor mij ook belangrijk. Die jongens van Scheveningen, toch wel mijn tweede clubje. Het is me veel waard, maar ja, in welk opzicht? Ik bedoel, mijn kleinkinderen zijn me meer waard, hoor. Ja, natuurlijk, maar het zijn shirtjes van polyester, maar het heeft ook emotionele waarde. Ja, een klein beetje. Voor mij wel. Anders zegt hij, dan mond ik met Meisner. Of, hey, dit is een Duitser, die hoef ik niet. Dat is eigenlijk een goede Freund auch. Dat zijn allemaal gewoon normale mensen, laten we het zo zeggen. Gewoon, doe normaal, doe je gek genoeg. Klaar.